Wil je weten waarom iemand een hoofddoek draagt? Hoe het is om homo te zijn? Waarom is iemand gevlucht uit zijn land? Wil je eens met een boeddhist praten? Hoe is het om een gehandicapt kind te hebben? Heb je een vooroordeel? Zijn blondjes dom en alle vluchtelingen profiteurs? Ga naar de Mensenbiep, leen een mens en stel je vraag. Hey, de Mensenbiep is waar het liedje over gaat. We plukken de mensen zomaar van de straat. De Rijdende Mensenbiep werd in 2005 bedacht door Kim Tsai en heeft als doel mensen kennis met elkaar te laten maken en zo vooroordelen over elkaar weg te nemen. Kim won hiermee de Nationale Innovatieprijs 2006. Het project trok vanaf het begin enorm de aandacht van de media. Bezoekers van de Biep konden allochtonen lenen en met hen in gesprek gaan. Inmiddels is het concept veelvuldig overgenomen in binnen- en buitenland. Kim Tsai groeide op in Liverpool en Londen als dochter van een Chinese vader en een Engelse moeder. Ze woonde in Hongkong en reisde vanuit Lyon in Frankrijk de hele wereld rond. Studeerde sociale wetenschappen en kwam terecht in Madrid en Brussel. En nu woont ze in een klein dorpje in Friesland. Ze is al 5 keer ingebeeld. Have you heard about the living library? No, I ain't got a clue, it's double Dutch to me. It sounds crazy and it sounds weird. Hey, that's a prejudice unless you hadn't heard. I can see you're blonde, but are you dumb? Yes, I'm a woman and a working mum. I got 4 kids and a full-time job. So do you think I'm bad because I work non-stop? Living library sounds nice. De wereld is complexer geworden. We hebben allemaal veel meer keuzes. De politiek wil dat de burger gaat participeren. De politiek wil dat de burger mag ook zijn zegje hebben. Dus er zijn veel meer keuzes. Voor iedereen is de wereld een stukje complexer geworden. En ik denk een heleboel mensen zijn in die op zich een stukje van de weg kwijt. Kim ontwikkelt ideeën en projecten in opdracht van de overheid en ondernemingen om intermenselijke vraagstukken anders aan te pakken. Ze is ontwikkelaar en trainer, geen adviseur, geen papierwerk, maar actie. Ze laat mensen anders denken en anders doen. Mensen zijn aan het zoeken. En in die zoektocht is het natuurlijk risico voelen. Of is het nog angstiger als je in een stad woont en je ineens een heleboel mensen ziet lopen met een hoofddoek. Ik bedoel, dan hebben die mensen wel het gevoel van, ben ik nu nog steeds in mijn eigen veilige land? Want dingen veranderen heel snel. Zijn wij bang voor de vreemdeling? Angst is niet iets waar ik dagelijks over nadenk. Dat is niet iets wat mij echt bezighoudt. Het is wel een onderdeel natuurlijk van mijn werk. Maar ik ga niet bewust aan de slag met we gaan nu angsten wegnemen. Ik wil het liefst als ik in gesprek ga en dan aan beide kanten van Nederlanders en met de allochtone doelgroep waarmee ik samenwerk. Ik wil het liefst hebben over de verrijking en hoe kijk je naar die ander. Staan wij open voor het onbekende? Dat wat je kent vind je fijn, prettig en veilig. Dat wat je niet kent is juist dat wat je niet kent. Het is onverwachts. Het is een stukje risico nemen. Maar het kan ook een avontuur of een uitdaging zijn om dat te leren kennen. Dus het gaat vooral om, sta je daar open voor? Wil je wat leren van de ander? Of denk je überhaupt dat de ander wat jou te brengen heeft? Diep in elk mens is een behoefte om een eigen verhaal te vertellen. Om gehoord te worden. En om dat ook nog te delen met anderen. En de Mensenbiep biedt daar ruimte voor. Het is een project die beoogt een stukje van de vooroordelen weg te nemen. Dat mensen toch met een andere oog gaan kijken naar anderen. Dat ze andere verhalen gaan horen. Het is niet de bedoeling dat mensen een hele groep vertegenwoordigen. Dus ik ben moslim en ik kan praten voor alle moslims in Nederland of voor alle moslims in de wereld. Het is jouw verhaal. Hoe beleef jij bepaalde dingen? En het is een wisselwerking. Dus als mensen in ontmoeting komen of als ze elkaar voor een gesprek verhalen gaan uitwisselen. Het is niet zo. Jij vraagt en ik ga alles vertellen.
Maar echt, hoe zie jij dat dan? En wat denk jij hierover? Hey de mensen, biebes waar het liedje over gaat. We plukken de mensen zomaar van de straat. Brengen ze vervolgens samen aan de praat. Busje vol met liefde tegenover haat. Hey de mensen, biebes waar het liedje... Het is voor heel veel Nederlanders de eerste kans geweest om met een vrouw met een hoofddoek te praten. Of om met een moslim het te hebben over, ja, wat denk jij dan over homo's? Want mensen hebben allerlei soort beelden natuurlijk over hoe de ander denkt, hoe de ander dingen ziet, hoe de ander dingen doet. Maar heel vaak durven mensen niet om naar de buurman te stappen of te vragen voor een kopje koffie. Of ze hebben wel een kopje koffie, maar ze durven niet te zeggen, zou je wel willen eens uitleggen hoe dat zit met jouw hoofddoek? En wat je ziet bij de mensenbieb is dat mensen op een hele positief, grappige wijze worden geconfronteerd met vooroordeelstickers, met allerlei vooroordelen. Iedereen deelt een heleboel van die vooroordelen, dus ze kunnen ook daar nog samen over lachen. Zoals vrouwen kunnen niet autorijden, mannen kunnen niet voor kinderen zorgen. Nou, in de breedte, dus het gaat niet alleen om vooroordelen over allochtonen en Nederlanders. Maar mensen delen die vooroordelen en dan gaan in gesprek. Daarna komt een stukje verdieping in het verhaal. En daarna komt ook nog de vragen die mensen niet te durven meestal te vragen aan die ander. De mensenbieb neemt natuurlijk niet alle vooroordelen weg. Wil niet zeggen dat je morgen beste vriendin of vriend wordt met je buurman. Maar dat geeft wel een kans om de ander op een andere manier te kijken. En dat vind ik heel erg positief met dit project. Kijk, je gaat nooit de hele wereld veranderen. En de extreem racistische iemand, die krijg je niet. En die is ook niet de doelgroep. De doelgroep is de gewone man of vrouw die in de straat loopt en die in een wijk ergens in Nederland woont. En sommige mensen zitten met een heleboel ideeën. En dat hebben nooit de kans gehad om iemand zoiets te vragen. Is een nieuw wij mogelijk in Nederland? Ik denk dat als ik kijk naar het aantal initiatieven en projecten, en het geld die wordt gepompt in maatschappelijke initiatieven, in de krachtwijken. Ik denk dat er zijn veel mogelijkheden om een nieuw wij te creëren. En ik denk dat vooral de jongere generatie is daar zie je hard mee bezig. Je zult denk ik altijd bepaalde groeperingen hebben die zich afzet van de samenleving of die zich gemarginaliseerd voelen of uitgesloten voelen of zijn. Ik denk dat dat is bij alle samenlevingen het geval. Maar ik zie wel heel veel initiatieven. Is men in Nederland op de goede weg? In Nederland gaat soms van één kant van een balans naar die ander en vindt niet de weg in de midden. En dat wil niet zeggen dat ik ben voor de middenmaat of de middenweg, maar juist voor weten wanneer je aan de ene kant moet, wanneer je terug naar het midden, wanneer je weer naar die andere kant moet, dat je wel kunt manoeuvreren en pendelen tussen. Dus ik denk er zijn wel veel mogelijkheden voor een nieuw wij. En veel initiatieven. En ik denk dat in die zin ben ik vrij positief. Have you heard about the living library? No, I ain't got a clue, it's double Dutch to me. It sounds crazy and it sounds weird. Hey, that's a prejudice unless you hadn't heard. I can see you're blonde, but are you dumb? Yes, I'm a woman and a working mum. I got four kids and a full-time job. So do you think I'm bad 'cause I work non-stop? Living library sounds nice to me. It's a way to progress inequality. Living library seems unlikely, but it's a method for respecting our society. Living library.